Cambuur bij Leo Middelzee wordt mede mogelijk gemaakt door Brandsma, koffie, thee en apparatuur. We Safety, veiligheid doen we samen. En Fit 20, fit in 20 minuten per week. Trotse supporters van SC Cambuur. Henk de Jong, 0-0 had ik persoonlijk een betere uitslag gevonden. Hoe sta jij, daarin? Ja, nee, eigenlijk was het wel meer een 1-1 of 2-2 wedstrijd. Hè? Zij hebben de kansen gehad, wij ook. Echt een gelijkopgaande wedstrijd. Ik vond het een topwedstrijd. Dat betekent niet altijd even goed, maar wel twee ploegen die echt iets een idee hebben in voetballen. Ja, dan is het jammer dat je 3 minuten voor tijd die goal teken. Eigenlijk zonde, want we zijn in aanval. We leven hem vrij makkelijk in en dan staat het open en dekken we niet voor de goal. Je moet je man dekken. Daar kwam het gevaar ook wel vaak vandaan. Hè? Op het moment dat jullie ergens op het veld de bal verliezen, meteen een diepe bal de andere kant op en dan voorzet. En ja, daar komt het doelpunt uiteindelijk ook vandaan volgens mij. Ja, maar ja, Volendam die zet dat goed dicht en die hebben ook snelle jongens. Dus die hebben er ook een speelwijze voor. En hetzelfde als zij het spel moeten maken tegen een ploeg die helemaal inzakt. Dan ligt er minder ruimte achter de verdediging. Maar dat willen wij ook niet. Wij willen zelf het initiatief nemen. Nou, dat was vanavond had beter gekund. Hè? Maar er zaten wel momenten bij dat we echt tot goede aanvallen kwamen. En ja, dan moet je benutten. En het gaat vanavond niet om 15 aanvallen, maar het gaat vanavond om 6 aanvallen. Balletje op de paal nog van Robert Muren. Dat was denk ik de grootste kans uiteindelijk. Hè? Ja, als die erin valt, dan winnen wij hem. Hè? Want dan kan je het ook dichtzetten. En dan is de kans groot dat je hem wint. Hè? Omdat je bovenaan staat, heb je vaak het geluk ook. Nou, vanavond had het geluk een keer niet. Het zit niet altijd mee, zeggen ze dan. Heb je wel eens zoiets raars meegemaakt als dat je dan na zo'n wedstrijd in een leeg stadion gehuldigd wordt? Nee, dit was raar. Maar dat vond ik de vorige keer al. Toen kregen we hem zomaar. Toen kregen we hem op een training volgens mij. En nu hebben we hem gelukkig na de wedstrijd. En ik vond het wel mooi van de jongens dat ze ook zeiden, nee, we hebben wel de prijs gewonnen. En we gaan het veld op. Dus ik ben mooi in de zijkant gestaan met mijn assistenten. En de jongens hebben die prijs opgehaald. En ze hoort het ook, want ja, wij spelen in de keukenkampioendivisie. Die stelt prijzen beschikbaar. En daar horen wij te zijn. En als je hem wint, dan moet je hem ophalen? Ja, je wint niet zoveel prijzen in voetbal. En zeker niet in het profvoetbal.